recht in de ogen kunt kijken. En wat mij betreft mag je hem ook gewoon recht in de ogen spugen. Dat wil ik niet doen. Dat is fucking punk, weet je wel. Of moeten we dat jullie nog 20 jaar nog uit gaan leven? Oké, en de vraag is wel waar gaat Sean Red over? Words, not just fucking music. Dat was eigenlijk nog niet door. Gewoon helemaal naar beneden. Volgende week visie nat. Ik hoor alleen maar een basgitaar. Lekker een mixer! Vier man. Je hebt het al, ik ga het even uitleven. Ja. Oké, camera. Volgende week boven gaat over de zogenaamde democratie die wij ondersteunen. Dat is de wet. We hebben daar laatst in een mooiste stad kunnen zien. In ieder geval, democratie en de zogenaamde vrije kiezen. Betekent dat het daadwerkelijk democratie is. De tekst van het nummer is vrij simpel. If a nation wishes, it can have both free elections and fucking slavery. Laatst hebben we opheffen over gehad over de figuur Heide. Volgende mee Brian Hende. Gaat over al het rare gevaar momenteel in Europa en dat buiten aan de gang is. Maar dat is niet alleen maar natuurlijk een Jurgen Heide. De vrijlader van Pinochet. De dictator die niet kon lopen, niet spreken, niet zien, weet ik wel wat. Die een springlever dat vliegtuig uitspringt zodra hij in Chili is. En de vrijlading van 2 à 4 agenten in New York. Die een zwarte man met 45 kogels hadden doorzeekt.
dat die supporters Nederland vaak en dan ook nog vrijgesteld worden. Dat zijn ook vormen van racisme. Deze samenleving, deze wereld die niet moet tolereren. Bruine Hinde. Uit de Amersfoortse tijd van een jaar of 18 geleden. Je mag straks zingen wat je wilt. Ik wil dat vooral uit de jongens uit Amsterdam opdragen. De jongens die ook van het snel en harde stuf laag houden, weet je wel. Ik weet wel wie jullie willen. Noël en zo. Ja, maar ook uit Limburg zijn die. In Limburg zijn die er ook. Oh, en ik maak dus slaan ze nergens op. Ik bedoel sowieso nummers van oude bands, maar in ieder geval Settle. Fourth on the Rise. Dus, van alles. Het gaat over de armoede die toeneemt door de invloed van de zogenaamde euro in het Verenigd Europa. Die armoede is hier misschien niet zo te bespeuren, maar we zijn pas geleden in Spanje op tour geweest en dan zien we een enorm cultuur- en armoedeverschil in landen. Maar wel landen die ook onderdeel zijn van de zogenaamde Europese Unie. Maar waar dat neerkomt is dat kapitaal heeft hier vrije doorgang en inmiddels voor mensen, personen. Arbeiders worden zich naar nieuwe barrières opgebouwd. En je ziet het in Nederland ook steeds meer gebeuren, loopt maar zo over Hoogkaterijn heen of een van de willekeurige stations. Buiten wel. Overal zie je concentratie van daklozen en armoede. En daar gaat het helemaal over.